Een boekje met 12 heel bijzondere burgerinitiatieven, burgerprojecten daarin. Allemaal projecten die de stad echt een stuk mooier en rijker, beter maken. Nou ja, er zijn prachtige initiatieven in Den Haag. Voor heel veel mensen blijven die buiten beeld. Wij willen ze een podium bieden, maar ze ook met elkaar verbinden. En ook andere mensen uitnodigen om op die manier een bijdrage te leveren aan hun stad. Mobiel projectbureau Optrek initieert en organiseert projecten in stedelijke transformatiegebieden. Op dit moment in de Binkhorst, daar zit ik sinds 2011. En ben heel erg op zoek samen met ondernemers in dat gebied hoe we de ontwikkeling van onderop op gang kunnen brengen. Rijk in je wijk, dat is mensen die bij elkaar in de buurt wonen en zorg en aandacht voor elkaar hebben, maar vooral leuke dingen met elkaar ondernemen. En die elkaar hebben leren kennen in hun buurtnetwerk. Ik ben initiatiefnemer van Art School. En Art School is een kunstschool in de Schilderswijk Transvaal. En met 10 kunstenaars geven wij kunsteducatie en projecten. En maken we de kinderen en hun ouders gelukkig. Wat ik bijzonder vind aan deze is dat het een hele mooie combinatie is. Dus hele kleine, hele lokale projecten die gewoon een klein netwerkje van een aantal dames in een wijk. Tot aan mensen die zeggen ik ga een transitiebeweging doen. Het is eigenlijk een boekenserie die we begonnen zijn 2,5 jaar terug, waarbij we een podium willen geven aan ondernemende burgers en sociaal ondernemers die lokaal gemeenschappen weten te vormen. Ik ben ontzettend trots dat wij ook in Den Haag nu onze Community Lovers Guide hebben. Dan doe je toch op het wereldtoneel echt mee. Hoe kom je aan dit boekje? Aan de ene kant kan je hem gewoon downloaden op de website. Dus alle hoofdstukken zijn daar te krijgen. Dus www.communityloversguide.org. En je kan daarnaast de boeken gewoon bestellen. Het werkt via printing on demand. Ga je naar de website van Blurb en daar kan je hem vinden. En dan zeg je ik wil hem hebben en dan wordt hij gedrukt en ben je thuis afgeleverd.